vervelend om wat van te vinden. Waarom? Eigenlijk de oude groepenkast. Er zit een omvormer in, of een transformatortje eigenlijk, die van die 220 12 volt maakt. Of als je hem aan de stroom of aan je auto hebt hangen, dat je gewoon 12 volt kan gebruiken op je koelkast. Nou, dat werkt dus niet meer. Heel duidelijk kun je zien dat eigenlijk zeg maar de 12 volt nu wordt gevoed uit de 220 aansluiting. Dus dat wordt nog wat als we hem achter de auto gaan hangen. Maar dat gaat natuurlijk goed komen. Dit is mijn achtergrond, dus dat op zich elektrisch gaan we ook natuurlijk alles aanpakken. Ik heb alles wel netjes in een kabelboompje gelegd. Dus eventjes zie je wel, alles even een beetje gebonden. Want er zat al van alles aangeknoopt en bijgelust. Deze die moet dus worden nagekeken, want dat is waar de stekker op uitkomt van de auto. Dus daar ga ik de doorlussing mee maken, zodat hij daar op de groepenkast eigenlijk gewoon weer zijn 12 volt pakt als hij aan de auto hangt. Zodat we gewoon koud bier hebben. Stay tuned.